Ja, Mimoen, dit was wel een enorme domper, hè? Ja, ja. Ja, rot gevoel stijg je voor de camera. Maar ja, ongekend. Als je eigenlijk 5 minuten voor tijd de overwinning gewoon naar je toe kan slepen. En dat gebeurt helaas niet. Het doet natuurlijk heel veel pijn, ja. Ja, jullie hadden het echt voor het grijpen op dat moment. Ja, natuurlijk. Als je naar de wedstrijd over het algemeen kijkt, was het gewoon een slordige, matige wedstrijd van beide kanten. Alleen, als je hem dan nog zo weggeeft, is het natuurlijk ongekend, ja. Hoe kan het dan gebeuren dat je hem nog zo weggeeft? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat alle teamgenoten alles proberen te geven. En hij valt natuurlijk ook voor hen perfect. Alleen wat er daarvoor gebeurt, dat twee mensen het duel aangaan, dat had misschien wat beter gekund. Dat één duel aan de andere erachter gaat staan. Alleen dat gebeurt helaas niet en zij straffen hem meedogenloos af. Ja. Ja, dat zijn slimmigheden, hè, die op dat moment eigenlijk nodig zijn. Ja, dat zijn hele slimmigheden. En als je met z'n tweeën duel gaat, dan moet je hem hebben. Dan moet je het ook kost van alles die bal winnen. En dat gebeurt helaas niet en zij schieten hem gelijk erin. Dus dat is gewoon zonde, ja. Hoe komt dat op dat moment aan? Want hè, je bent natuurlijk euforisch. Je maakt een mooie goal, een kopgoal. Dat gebeurt ook niet vaak. En dan even later gebeurt dit. Dat, ja, hoe komt dat aan? Ja, dat, mijn emotie. Ik liet mezelf ook even losgaan. Want ik had natuurlijk gewoon bepaalde emoties gewoon naar boven bij mij. En natuurlijk moet ik misschien niet zo reageren. Alleen het is pure emotie. En ik ben natuurlijk ook wel een emotionele jongen die altijd alles geeft en vol voor het gaan. Als dan zoiets gebeurt, dat doet mij gewoon heel veel pijn. Ja, dan verlies je hem ook nog. Ja, dat is nog het meest pijnlijk. Ik denk, natuurlijk, vandaag was ze misschien niet terecht te winnen. Maar als je nog een tweede doelpunt ook nog zo weggeeft, heel zonde, ja. Maar het was, je zei het ook al eerder, het was een moeizame wedstrijd, hè? Het was een hele moeizame wedstrijd. Je zag ook eerst half dat ik nog een aantal kansjes, bal die kap, die moet ik eigenlijk gewoon maken. Maar dat gebeurt niet, alleen... aan beide kanten was het gewoon was niet echt een spektakel, eerlijk gezegd.